De Kleine Ambassade is een ambi-stichting hier in Schiedam. En wij zetten ons in met allerlei projecten om kinderen en jongeren meer te betrekken bij hun eigen leefomgeving. En om ervoor te zorgen dat zij beseffen dat de omgeving niet statisch is, maar dat ze er zelf invloed op kunnen uitoefenen. Dus dat is wat we kort gezegd doen. En dit jaar organiseren we een bijzondere kerstactie. Die is gekoppeld aan Bliep. Bliep is het Schiedamse platform wat voor kinderen is ontwikkeld, kinderen en jongeren, om fijn te kunnen opgroeien. Het is een online platform waar alles te vinden is, van aanbod, producten, spullen, dingen die je nodig hebt om fijn te kunnen opgroeien. En de actie die we daaraan gekoppeld hebben is dat we met elkaar voor gaan zorgen dat we bij 10 gezinnen kinderkamers gaan opknappen. Omdat heel veel kinderen geven aan dat een heel belangrijk onderdeel van fijn opgroeien is dat je thuis een veilige, fijne en warme plek hebt. En je eigen kamer is daar heel belangrijk in. Dus zetten we ons deze kerst daarvoor in om die kinderen in die gezinnen een fijne kinderkamer te geven. Dat is eigenlijk met elkaar tot stand gekomen. We voeren heel veel gesprekken met kinderen. Ik ben zelf ook als vrijwilliger gekoppeld aan een gezin. En vanuit die ervaringen samen zijn we eigenlijk erbij gekomen dat we dachten van nou, die fijne plek, dat is echt wel een basisvoorwaarde voor kinderen. En ook omdat we natuurlijk door corona allemaal meer thuis zijn. Dus ook de kinderen vinden we het nog belangrijker dat ze een eigen veilige plek hebben waar ze zich lekker kunnen terugtrekken. Waar ze rustig hun huiswerk kunnen maken. Even tot zichzelf kunnen komen. Vandaar eigenlijk dat ze eigenlijk de basisgedachte van deze actie. En wat voor vrijwilligers hebben jullie nodig? En wat moeten ze allemaal kunnen doen? We hebben vrijwilligers in alle soorten en maten nodig. We zijn op zoek naar allerlei spullen die we kunnen gebruiken om die kinderkamers op te knappen. Maar ook naar mensen die echt hun handen uit de mouwen willen steken. Dus klussers die willen helpen of mensen die handig zijn in verven, schilderen, noem maar op, alles kan. Verhuizen, sjouwen. Ja, je kan het zo gek niet bedenken. Of eigenlijk kunnen we alles wel gebruiken. Enerzijds dus mensen die echt kunnen helpen. En anderzijds vooral veel spullen die we kunnen gebruiken om die kamers in te richten. Ja, in Schiedam groeit 1 op de 6 kinderen op in armoede. Dus dat houdt in dat zij eigenlijk niet voldoende geld hebben om de basis te kunnen betalen. En daar valt een fijne kinderkamer vaak ook onder. Dus dat zijn veel kinderen, 1 op de 6. Die dat nodig hebben. Tot hoe lang loopt deze actie? De actie gaat plaatsvinden, dus we gaan de kamers echt opknappen op 18 en 19 december. Dus eigenlijk loopt die voor nu tot die tijd. Dan gaan we 10 gezinnen helpen. Maar we hebben eigenlijk al met elkaar gezegd van nou, mochten er nou meer gezinnen zijn die dit kunnen gebruiken, dan willen we kijken of we in de loop van volgend jaar verspreid over het jaar nog meer gezinnen kunnen helpen. En waar kunnen potentiële vrijwilligers zich aanmelden? Dat kan door ons een berichtje te sturen. Dat kan op verschillende manieren. Het makkelijkste is door even een mailtje te sturen naar post@dekleineambassade.nl. Dan komt het vanzelf terecht en dan nemen we even contact met je op over wat je kunt betekenen.